nou ja, goed. Ja, ze voldoen weer aan het signalement, zou ik maar zo zeggen. Hoe erg het ook is. Afgelopen woensdag was er een trouwfeestje in uw strandtent. Ja. Maar dat is helemaal misgegaan daarna. Ja, daar weten we zelf niet zo heel veel van. Want het is gebeurd op de boulevard. En die man is in elkaar geslagen door een groep jongeren. Dit soort dingen mogen niet gebeuren gewoon. Mogen niet gebeuren. Er moet gewoon wat meer politie zijn. Niet alleen 's morgens voor 11, maar ook de avonden. Juist de avonden. Ja, het tuig heeft hier een beetje overgenomen. Met name 's avonds en 's nachts inderdaad. Waar moet ik aan denken dan? Nou, straatintimidatie, overlast, we krijgen vele klachten. Ja, hangjongeren, mensen die uitfluiten, et cetera, dat soort dingen gebeuren. Is er ook een duidelijk beeld wie de daders zijn? Nou nee, daar is nog niks over bekend qua de daders. Maar goed, u hebt de omschrijving vast over gelezen. Dus, ik vraag het aan u. Nou ja, goed, ze voldoen weer aan het signalement, zou ik maar zo zeggen. Hoe erg het ook is. Het is riskant om dat uit te spreken, dat signalement. Nou, nee, we zijn er om hier problemen aan te pakken. En, want wat is het signalement dan? Het signalement is Noord-Afrikaanse uiterlijk licht getint. Wat wij willen is dat er gewoon wat meer politie op het strand is. Er is geen politieeenheid. Tot wat voor soort problemen leidt dat voor u? Nou ja, weggelopen kinderen. Die wij op moeten vangen. Er is geen EHBO-post, die zien we niet. De reddingsbrigade, wij moeten de mensen uit de zee helpen. Dus dan moet ik me dan voorstellen dat er ineens een collega van u het water in rent. Bij wijze van spreken, ja, dat is al een paar keer gebeurd. Ja, want ik hoor dat hier al jaren geen politie surveilleert. Hoe kan dat? Nou ja, inderdaad, de basissysteemeenheid is hier enig tijd weg. Ja, en je ziet dat de tuigen ongestoord zijn gang gaat. En ja, hoe lang verwacht u nog dat dan hier wel politie komt? Nou ja, ik heb dus middels schriftelijke vragen van het weekend wederom omgevraagd om voedselsurveillance hier te bevorderen. Als de burgemeester de veiligheid in Den Haag serieus neemt, dan gaat zij dit ijzer bij de korpschef. En is de bedoeling nog dat deze zomer nog verandert? Ja, dat mag ik wel hopen natuurlijk. Er gebeurt wel wat, ja, maar het is niet zo dat hier het tuig de baas is. No way, no way, want dat ben ik. Oh, daar zorgt u wel voor? Ik ben de baas, geloof me nou. Oh, dan zijn die politie en die petten zijn toch allemaal niet meer nodig? Ja, en dat is wat ik wil voorkomen gewoon. De politie moet de baas worden en niet ik.